Het defensieapparaat beschikt vanaf heden over een geavanceerd marineschip met de naam RSS Barracuda. De organisatie had een bijzonder grote behoefte aan een marineschip om in te kunnen spelen op vooral het smokkel- en veiligheidsvraagstuk op de Surinaamse waterwegen. Zo luiden statements van defensieminister Krishna Kumari Mathura eerder dit jaar maakte. De realisatie van het plan om een marineschip te hebben ging gepaard met veel tegenslagen, volgens directeur van Defensie Jayan Bidisi, vandaag bij de ingebruikname van het marineschip. De directeur stelt dat de defensieorganisatie in staat is innovatief te zijn wanneer de handen ineengeslagen worden. Het markeert niet alleen een belangrijke versterking van onze defensiecapaciteiten, maar ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze interne expertise. Vanaf de analyse van de begroting en het opstellen van een mogelijk voorstel tot de internationale onderhandeling en opmaak van het raadvoorstel heeft dit project ons waardevolle inzichten geboden. Wij hebben nieuwe competenties geïdentificeerd en onze ervaring verrijkt. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een totaal nieuw project van deze omvang is voor ons ministerie en het personeel van Defensie. Ondanks de complexiteit is ons geluk om dit succesvol te realiseren. En dat met een relatief jong team. Bevelhebber Werner Kuasen zegt dat de ingebruikname van het schip een historisch moment betreft. Hij stelt dat heel veel Suriname te wachten zal staan als het maritiem domein stiefmoederlijk behandeld wordt. Ons zeegebied is bijna 1,5 maal groter dan ons vasteland. En investeringen in ons maritiem domein bleven uit. En juist dit was of is de bron van heel veel gespuis dat zich manifesteert op ons vasteland. Wat zagen of wat zien we nog steeds gebeuren in ons maritiem domein? Volgens een rapport van ons ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2019 bleek dat ons land ruim $60 miljoen jaarlijks misloopt aan inkomsten, alleen vanwege illegale en ongemelde visserij. Daarbovenop zie je dat onze Franse buren enorm last hebben van deze illegale praktijken. Hetgeen onze eigen exporten nu naar de EU bedreigen met blacklisting. We hadden toen reeds hiervoor gewaarschuwd. En dit jaar is Suriname met deze feiten op de neus gedrukt. De bevelhebber zegt dat veel producten de grenzen binnengesmokkeld worden, variërend van wapens tot mensen. Hij benadrukt dat met de nieuwe aanwinst hard tegenaan gegaan kan worden.